Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Dit is weer een reading voor jullie. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, maar ook de vele privé reading verzoeken. En natuurlijk ook de liefdevolle berichten, niet alleen op het kanaal, maar ook privé op de mail. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat en dat je gezond en gelukkig mag zijn. Dus even kijken wat vandaag de kaarten voor ons in petto hebben. Ik begin vandaag met de Work of Light Oracle deck. Een vrij nieuwe deck voor mij. Misschien dat ik wat in het boekje moet spieken, maar ik krijg toch ook wel heel veel intuïtief door via dit deck. Je wat hoort, de buren zijn bezig om de poel een beetje aan te maaien, dus en Mukkie zit een beetje te knabbelen. We gaan eens kijken. We hebben hier de Age of Light. Je bent hiervoor getraind voor diverse levens. Dus ik heb hier te maken met kijkers die een levensmissie hebben. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren zijn, maar in ieder geval wel voor het grote goed. Mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides, over deze groep? Get grounded, dus ga je gronden, zoveel mogelijk. Empathen, hoogsensitieve, maakt connectie met de natuur. Misschien doe je dat al, maar ik merk dat de laatste tijd dat er toch wel heel veel energieën op ons afkomen. Ik raak daar soms zelf ook een beetje van slag van. Vooral 's nachts, dan wil het me nog wel uit mijn slaap halen. Dus als jij daar ook last van hebt, probeer je zoveel mogelijk te gronden. Kan natuurlijk in de natuur, maar kan ook via allerlei andere manieren, zoals de meesten wel weten. Of gewoon door meditatie. En wat mogen wij nog meer weten? Kaartjes die glijden af en toe nog een beetje door. En natuurlijk ook een nieuw deck. Heb vertrouwen in je pad. Als je zeker wist dat je gesteund zou worden, wat zou je dan doen? Dus meer vertrouwen in je pad hebben en ook ervan uit mogen gaan dat je volledig ondersteund wordt op je pad. Ja? Moet ik het hierbij laten? Ja. Oké. Dus ik denk dat ik hier, dat het een reading is, niet voor allemaal. Ik denk dat ik echt wel met lichtwerkers te maken heb. Dat komt met name door deze kaart. Age of Light. En dan, you have been trained for this for lifetimes. Dus je bent hier al leven na leven voor getraind om deze missie uit te voeren. Grond je zoveel mogelijk, het liefst ook connecten met de natuur en vertrouw je pad. En als je af en toe twijfels hebt, laat die twijfels los, want weet dat je gesteund wordt. Mooi. Denk, hey Mukkie, ga maar daar liggen als je wil. Ga daar maar liggen. Nee, ga maar daar liggen. Ga eens kijken of ik het een en ander kan verklaren voor jullie.
Ik heb mijn dek al ondersteboven. Hey Mucky. Nee, niet op elkaar te gaan liggen. Niet, nee. Liefie, kom. Eventjes op de grond. Ja, liefie. Ja, zo. Nou, met Mucky gaat het goed. Ze heeft ook al dat we de kleine kindjes in de buikjes zien bewegen. We vermoeden dat ze in de zesde week zit, of 5,5 week. Ze doet het goed, ze eet goed, ze drinkt goed, ze wordt zwaarder. Gaat helemaal goed komen, hè, liefie? Nee, schat, je bent ook wel een... Nee, nee. Ja, ik weet dat je bij vrouwtje heel graag wil meekijken. Hè? Ja, och, meisje toch. Ja. We gaan maar gewoon lekker op je kussen leggen. Lekker in de zon. Wat wil je nog meer? Hé? Hé. Hey. Wat wil jij nog meer? Wat wil je nog meer? Hé? Ja. Ja. Even mijn kaart weer goed leggen. Neem me niet kwalijk ervoor. Ja, de werkkamer die is nu... weet dat? De kittenkamer geworden. Nog niet, maar komt er natuurlijk wel aan over een paar weken. Een spannende tijd, maar ook wel ontzettend leuk. Ik doe dit, zoals misschien de meeste van jullie weten, vrijwillig. Voor het asiel. Dus wij krijgen hier zwerfkatten. Dit is dan toevallig een thuiskat, maar die kwam buiten. Nou, was niet geholpen, dus... hebben ze uiteindelijk het beestje afgestaan aan het asiel. Omdat ja, hier in België is het verplicht dat als jouw kat, of jouw poes moet ik eigenlijk zeggen, kleintjes krijgt, dat ze dan gesteriliseerd moeten worden. En allerlei inentingen, dat is allemaal verplicht. Dus dat vond de eigenaar te duur. Dus vandaar dat de kat afgestaan is. Ja, jammer. Maar goed, ik kan natuurlijk ook niet altijd in de portemonnee van de mensen kijken, maar... Het is af en toe jammer dat mensen niet verantwoordelijkheid voor hun huisdier nemen als ze die aannemen. Maar goed, ik kan niet oordelen nogmaals over een ander. We gaan eens even kijken. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Wat mogen wij weten over Age of Light? You have been trained for this for lifetimes. Je staat misschien op een punt, op een kruispunt en je moet gaan kiezen. Of je voelt in ieder geval dat er een keuze aankomt. Dat kan ook nog. Dat je misschien wat onrustig bent de laatste tijd. Dat je heel veel energieën binnenkrijgt of heel veel downloads. In ieder geval heel veel informatie, ook tijdens de dromen, 's nachts. En... dat je weet dat er binnenkort een beslissing aan zit te komen die je moet gaan maken. Je bent een liefdevol persoon. Warmhartig. Je hebt een empathisch vermogen. Je bent misschien ook wel HSP. Je voelt eigenlijk heel goed met anderen mee. Ook met veel, je hebt ook een goede connectie met dieren. Ook dieren voel je feilloos aan. En je weet dat er iets staat te gebeuren. Het kan goed zijn dat je een bericht krijgt over sorry. Of dat je meer en meer, voor een andere groep is het, meer en meer telepathisch contact krijgt. Met ja, met de keizer. Dus dit kan zijn jouw wederhelft, jouw twin of jouw diepe, diepe soulmate. Maar het kan ook zijn dat jij bericht doorkrijgt dat jij als lichtwerker, dat jij meer je actieve rol mag gaan innemen. Dus ja, wat dat dan precies betekent, dat is natuurlijk
voor een ieder is dat verschillend. De ene heeft die gave en de andere heeft die gave. Sommigen die krijgen nog meer door qua bijzondere gaves of talenten. Voor een andere groep die te maken heeft met een diepe soulmate of tweelingziel, die gaat binnenkort een beslissing moeten nemen, want jij gaat een bericht of een verontschuldiging van jouw twin of diepe soulmate krijgen. Het kan goed zijn dat deze persoon nog in een relatie of in een huwelijk zit. En deze persoon die heeft jou pijn gedaan, heeft jou teleurgesteld. En ze zien dat je het op dit moment heel goed maakt. Dat je sterk bent, dat je heel veel geheeld hebt. Dat je ook heel veel geleerd hebt. Je straalt zelfverzekerdheid uit, kunde, je bent terug in balans. Dat hadden ze niet gedacht. En ze hebben daar bewondering voor. Ze willen nu met jou samen gaan werken. Maar goed, wil jij dat? Dat is natuurlijk de keuze die je mag maken. Het gaat erom dat je het een en ander heelt. Het kan ook zijn als deze persoon met jou in contact komt, dat je nog het een en ander mag gaan helen. Want het kan zijn dat deze persoon het een en ander bij jou gaat triggeren. Dan gaan we even kijken. Get grounded. Ja, ga je gronden. Nou, dat kan te maken hebben met het feit hoe meer je grond. Dus sorry, ik werd even gestoord. Kan zijn dat je moet gaan gronden. Puur om dichter bij je hogere zelf te komen en dat je dus via jouw voorouders doorkrijgt de informatie voor nog meer verdieping in jouw speciale gaves of dat je wat verduidelijking krijgt en hulp omdat je de laatste tijd zoveel licht naar binnen krijgt, zoveel info. Anderen die moeten zich gaan gronden omdat een diepe soulmate of een twin contact met je opneemt, dan gaat natuurlijk het een en ander triggeren. En dan is het een zaak dat je stevig in je schoenen staat. Dat is voornamelijk wat ik doorkrijg bij die kaart. Maar ik zal eens kijken wat we nog meer mogen doorkrijgen met de tarot. Mag ik verklaren de kaart op de Get Grounded? Ja, wat ik al zei, misschien heb je net als ik, dat je de laatste tijd heel veel licht en heel veel van alles. Je krijgt downloads, je krijgt licht door, je krijgt healingen, je krijgt je gevoelens die worden overhoop gehaald. Je weet eigenlijk niet wat je overkomt. Het gaat zo snel allemaal, razendsnel. Ook 's nachts gaat er gewoon door. Nou, je mag je voorouderen vragen om advies hierbij en ondersteuning. Ze staan voor jou klaar. Ook is het zo dat je gewoon mag vragen of de berichten die je doorkrijgt, of dat gedoseerd mag worden. Of dat dus wat langzamer en kalmer aan mag. En omdat het allemaal zo snel komt, dan overkomt het je als het ware. En soms overstelpt het jou ook. En dan zijn wij geneigd om de boel een beetje tegen te houden of af te remmen. Want soms slaat ook de angst om het hart. Er komt heel veel op ons af. Dat kan, zoals ik al zei, heel veel triggeren. Dus vraag of... Hé, lieverd, ben je er nou weer? Kom maar. Ja, ga maar lekker op de grond. Hè? Ga maar lekker op de grond. Er staan hier ook kaarsjes, ik wil niet dat je brandt, schat. Dus je bent daar een beetje defensief tegen, omdat ja, het is allemaal, het gaat zo snel. Soms kan je het niet bevatten, ook al moet het zo zijn. Dus vraag dan of het gedoseerd binnen mag komen. En niet in de snelheid zoals het nu gaat.
En ook of je hulp mag krijgen. Voor ouderen krijg ik door, maar je mag natuurlijk ook aan de aartsengelen ondersteuning vragen. Je gidsenteam krijg ik door. Even. Voor een andere groep, wat ik net al vertelde, degene die dus in connectie komen, die dus een bericht krijgen of een excuus van een diepe soulmate of twin. Ja, die persoon die wil snel in actie komen om een bericht naar je te sturen. Voorheen waren ze defensief. Kan ook goed dat ze jou weg hebben geduwd. Of dat ze je af hebben gewezen. Daar hebben ze nu spijt van met de 5 van bekers. En ze zien door het boom het bos niet meer. Want ze hebben eigenlijk vanuit ego hebben ze gereageerd. En nu zijn ze daar helemaal van hotel de botel. Dus nogmaals, ik lees voor meerdere groepen mensen, honderden mensen die kijken. Dus vandaar ook verschillende verhaallijnen. Het kan goed zijn dat deze persoon een coach is. Het kan goed zijn dat deze persoon een ander geloof erop nahoudt. Waardoor ze denken dat het niet oké is om met jou in union te komen. Het kan ook zijn dat deze persoon nog in een huwelijk zit. Dat deze kaart daarvoor staat. Kan ook staan voor dat je in de 5D, dat jullie al in union zijn gekomen. Maar hier nog niet. En ja, ze willen jou nou wel iets stabiels aanbieden. Met de koning van munten. Want ze weten dat het zo niet kan. Ik denk dat ze ook getriggerd worden door spirit. En ze willen uiteindelijk er een succes met jou van maken. Met jullie connectie. Als ik nou kijk van trust your path. Eens kijken wat we daar nog door mogen krijgen. Dus spirit zegt van als je wist dat je ondersteund zou worden, wat zou je dan doen? Met andere woorden, mensen, wees niet bang wat er allemaal op je afkomt. Je kan het pad vertrouwen, zoals ik al zei, je voorouders, je gidsenteam, de aardengelen. Iedereen staat eigenlijk klaar. Ik hoor ook feeën, ik hoor ook de gewone engelen. Ze staan allemaal klaar om ons te helpen. Dus wees niet bang als je zo overspoeld wordt door de info, door het licht, door de downloads, door de helingen, de informatie die je in dromen krijgt, telepathisch doorkrijgt. Mogen wij weten over Trust Your Path voor deze groep? Trust Your Path. He, er is liefde, je krijgt liefde, je wordt geliefd. Dus heb vertrouwen in jouw pad. En daar waar nodig, waar je je niet zeker voelt. Vraag die hulp en die liefde, die heling van jou. Ja, van hierbovenaan. Wees geduldig. Maar er komt, als je door de periode heen bent, door de moeilijkste periode heen bent, dan komt er een doorbraak, een nieuw begin. Voor degene die dus te maken hebben met een diepe soulmate of twin die dus contact heeft opgenomen, die een excuus heeft aangebied en nu ervoor wil gaan. Die gaat jou dus een berichtje sturen om je te vertellen dat er gevoelens zijn. Deze persoon die wacht tot zijn schepen binnenkomen. Zit in een huwelijk wat niet meer. Of in een lange relatie, connectie. Waar de rek uit is. Je ziet niet voor niks als smerigje. Ze voelen veel passie en aantrekkingskracht naar jou.
En ze willen graag met jou het nieuwe begin. En wie ben jij dan? Jij bent die Empress, de keizerin. Dus we hebben hier zowel de keizer als de keizerin liggen. Dus ja, verschillende verhaallijnen. Verhalen voor, een verhaal voor de lichtwerkers die op hun pad bezig zijn met het pad dat zij moeten bewandelen. Daar heel veel downloads, healings, info doorkrijgen omdat ze klaar worden gestoomd en gaan nu in een snel tempo. Wees daar niet bang van. Vertrouw erop dat je gesteund wordt. Vraag gewoon of het wat langzamer aan kan. En vraag steun daar waar je wilt. Van je voorouders of van je gidsenteam of de engelen. Voor de andere groep. Je hebt een beslissing te nemen. Er komt een bericht aan, een excuus, een sorry. Van een diepe soulmate of van je twin. Die spijt heeft van hoe hij of zij gehandeld heeft. En die zien dat nu in. En ze willen jou met jou verder. Dus volop ontwikkelingen. Maar wel mooi om te zien. Dus dit is de huidige stand van zaken. Ik hoop dat het resoneert. Heel veel liefde en licht. Tot de volgende keer. Namaste.